Op 30 oktober 2021 is in het Surinaams zeegebied, de Shallow Offshore, een 3D seismisch onderzoek gestart. De studie wordt uitgevoerd door een consortium bestaande uit 3 internationale bedrijven. Staatsoliemaatschappij Suriname NV en het consortium ondertekenden op 13 oktober hiertoe het contract. De overeenkomst houdt in dat het consortium de seismische data mag vergaren en verkopen aan derden. Staatsolie ontvangt een deel uit de opbrengsten. Daarnaast blijft Staatsolie eigenaar van de data en mag deze ook gebruiken voor zijn exploratieactiviteiten. Bij het onderzoek zal informatie worden verzameld over de locatie en kenmerken van geologische structuren onder de zeebodem. Hierdoor wordt het opsporen van olievoorkomens accurater. De datavergaring en verwerking zullen ongeveer 9 maanden duren. Via onder andere training van lokaal personeel en afname van goederen en diensten, zoals brandstof en voedsel, wordt ruime invulling gegeven aan local content.